Hallo iedereen. Dus vandaag doe ik... Wacht, ik ga het licht even aandoen. Software. Zo zie je mijn hoofd. Oké, we doen een 24 uur special. Gewoon omdat ik nu... Dit is de 100ste video. Dus 24 uur special die we nu doen. Ik ben niet alleen. Ik heb hier ook broers bij me. Die jongen, die jongen, die jongen. En wij blijven 24 uur lang in gewoon de tuin. En we starten al met slapen eigenlijk. Gewoon slapen. We hebben nog een fucking Jolly Roger vlag. Ik weet niet of jullie dat kennen, een Jolly Roger vraag van de piraten. Dat moet ons moed geven om heel de nacht en 24 uur lang hier vol te houden. En als het regent. Dus dat, ja, en als het regent, zitten we hier zwaar gefakt. Maar we hebben ook een tent bij ons. Niet als dat, het echt te hard gaat regenen. Niet dat we die direct gaan opzetten, maar 24 uur gewoon in de tuin. En gewoon amuseren, kijken hoe lang we dit kunnen volhouden. We starten al in de avond. Ik weet niet hoe laat dat nu is. Even kijken. Het is nu 9 uur. Nu precies 9 uur. Dus dat betekent morgen om 9 uur kunnen we hier pas weggaan. Dus 24... Ja, nee... No shit, Sherlock. Dat is een heel slim jongen dat daar, hè. Die jongen is echt slim, hè. Ik weet het. Dus, en dan hebben we 24 uur hier gebleven. Natuurlijk, ik zal niet 24 uur aan één stuk doorfilmen, maar jullie zullen wel zien prachtige clipjes door de nacht. Want het is nu al fucking koud. Ja, ik ben aan het vriezen tot en met. Ik ook. Dus ook voor eten en zo hebben we een petit peu de probleem, want we mogen de tuin niet uit. Dus dat betekent, als wij eten nodig hebben, dus als we honger krijgen, moeten we wachten tot onze ouders wakker worden. En ik word heel vroeg wakker. Toch zeker 5-6 uur sta ik op altijd in de ochtend. Oh nee. Maar mijn ouders zijn dan nog lang niet wakker. Dus zeggen dat ik heel lang mag wachten op ontbijt. Wel geluk, want ik heb mijn wekker al gezet. En die maakt echt... echt ja, maar je wekker is hier toch niet? Of wel? Die staat boven. Ja. Dus ja, hier zitten we dan. Drie dingen heb ik gewoon meegenomen. Ik denk, meer heb ik toch niet nodig. Gerrit heeft hier... Ik weet niet hoeveel meegenomen. Kijk, zie die dude. Heeft zo'n zak volledig gevuld. Heeft daar dan nog een heleboel zakken. Ja. Ik denk, die is hier van plan om 2 jaar te blijven. Ik heb gewoon dit en dat moet wel lukken. Hoe moeilijk is het? Maar het is echt koud. Dus ik zal onder mijn deken kruipen. En tot straks. Oké, dus we zijn nog niet zo lang verder. Denk een half uurtje verder of zo. Er zijn nog altijd veel mensen hier in de buurt wakker. Waaronder mijn ouders zitten nog lekker in het huis. Dan heb ik de buren hier zijn nog allemaal wakker. Wat dat wel een beetje zegt, want nu kunnen we niets zeggen of doen. Ook al ben ik nu aan het filmen. En weet je wat ik niet snap? Elke avond als ik in mijn kamer slaap, is het fucking warm. We slapen hier. Ik ben gewoon fucking aan het bevriezen. Is er nu iemand? Ja, er is nu net iemand naar binnen. Dus, het is echt kut. Nu moest het een warme avond zijn. Het zat weer lekker warm, maar nee. Het is echt ijskoud. Mijn broers zijn ook zo allemaal bezig met filmen. Kijken hoe dat ze kunnen filmen en al. Oh ja, mijn broers aan mijn channel gaan zeggen van... Ah, ik wil ook zo'n YouTube channel. Let maar, mijn broers hun channels ga je wel op het einde van de video zien. Ze zullen alle drie vermeld worden, maar we zijn niet met drie. En ikzelf. Dus mijn broers YouTube channels gaan er ook vermeld worden. Ja, reclame. Ja. Oké, het is dus echt koud. Daarom ben ik een beetje onder mijn warme deken lopen voor een beetje te verwarmen. Mijn haar, oei. Oké, er is nog maar één buurman over. Dat is twee buurmannen. Mijn ouders zijn weg. En dan één buurman is weg. We hebben er nog één iemand over. En die zit, ja, daar zo naar die kant. En die is nog maar slecht aan. En ik denk zelf dat hij in zijn tuin zit. Dus wij zitten nu zo stel mogelijk bezig. Mijn broers zijn nog aan het filmen en zo. En aan het doen voor hun YouTube-channel te promoten. En ik ben hier bezig onder het teken omdat het koud is. En we zijn gelijk nog maar... pakt een uurtje bezig. We zijn nog maar een uurtje bezig met dit. En het moet nog 24 uur gaan. Dus nog 23 uur. En het zit iemand met mij met laag te prikken. Kijk. Verdomme, wat is het? Zeg gewoon, kies je beelden. Never mind. Oké. We waren even aan het slapen. Plots horen we kraak. Van zwart daar. Maar de buurman is nog steeds wakker.
hiernaast. We denken al dat hij een steun ziet. Plots hoorde het kraken. Zo echt van daar. Ik weet niet of jullie dat echt goed kunnen zien. Er is dus een muurtje. Waar dat voor hem, die kan daar perfect over kijken. Dat is echt creepy dat hij daar zou er plots kraken horen. Oké, dat fel licht dus hier aan mijn ogen. Oké, mijn broers zijn nu allemaal weg. Ik ben hier nu zo helemaal alleen. Mijn broertje wacht, dus ik film dit gewoon in geval dat er een of ander pedofiel op over de muur springt. Want daarnet, de andere buurman, want er is één wakker, en de andere ging weg. Wel, die is nu teruggekomen, zat er eventjes zo pedofilie achter. Mijn broers zijn weg, dus film ik dit toch even. Want je weet nooit wat er gebeurt. Oké, het is niet dat live. Wij. Dat live is zo. Ja, ik dacht dat ik iets hoorde of zo. Ik denk dat ik begin te hallucineren. Mijn jongens, dat is afvallicht, hé. Maar mijn broers zijn gewoon nu naar binnen. Voor eigenlijk dekens voor hun voeten, want het is extreem. Ja, ik heb dat vast al 1000 keer gezegd. Het is echt koud. De enige avond dat we buiten zitten moet koud zijn. En ja, je voelt wel uiteen en zo. Het is echt fucking raar. Het is hier zo donker. Oké, het is niet dat er snel iets gaat gebeuren. Dan niet. Oh, het is wel koud. En dan zien we dat. Spoken in huis. Ja, die zit in de fucking meekamer. Oké. En ja, voorlopig zijn we nog maar een uur en 15 minuten bezig. Maar eigenlijk, die anderen hebben het wel al lang verloren, als ze zien al naar binnen gaan. Ik ben nog buiten. Oké, het is wel zwaar koud, maar ik ben hier nog als enigste. Dus eigenlijk ben ik de enigste nog verder aan het doen met de 24 uur challenge. Want ze zijn nu al naar binnen. Oké, ik voel me wel, maar jullie zien eigenlijk niets. Oké. Buiten dat. Mijn broers zijn dus allemaal naar binnen. Die kanaal gaan jullie zien. Dus als jullie die video gaan zien, ze gaan gewoon voortgaan van ik heb die 24 uur challenge wel gedaan. En het is me gelukt en zo. Of ik weet niet of het gaat lukken, maar we zijn er nog mee bezig. We zijn dat doen. En dan uiteindelijk. Je bent naar binnen gegaan. Ja, dus. Voor de buurman die, als de buurman nu buiten zit, dan is het wel raar om te horen dat ik eigenlijk gewoon tegen mezelf weer aan het praten ben. Hij moest het maar eens weten over jullie. Geen flauw idee meer. Ik ben niet gestoord te worden. Jij heeft er al gezegd dat ik gestoord ben te worden. Dat is echt een rare jongen dat. Dus, maar ja. Buiten dat. Ik weet niet, zit er iemand mama te roepen? Ik hoor een pot zo'n klein kind mama roepen. Zo echt, mama. En dan hoor ik iemand heel aan het wenen. Dit wordt nog een rare nacht. En ik snap niet waarom mijn broers blijven. Oké, ze zijn terug. We're saved. De lichtjes die daar zo ziet, zijn mijn broers zien komen, kijk. Oké, het is nu zo 1 uur in de nacht. En mijn broers zijn allemaal gaan slapen, alle drie gaan slapen. Dus ja, niet veel nachtactiviteit is. Dus ja, ga ik ook maar wel gaan slapen en we kijken morgen wel verder. We hebben nog iets van 20 uur te doen, hier in de tuin dus. Beetje nachtrust opnemen. Oké, we zijn dus nu 5 uur in de ochtend. Mijn broers zijn nu ook al wakker geworden. Ze zijn al kijken of er iets te eten. Ze zullen er ook maar een keer van kijken. Want, oh ja. Ik kan zeggen tegen jou, maar de grond is hard.
Oké, dus we hebben nu net ontbeten. Oké, de camera trilt omdat het is nog altijd koud. Om 5 uur. Dus we hebben nog 1 uur of 2 te gaan tegen dat het echt dag is. We zitten nu een beetje met z'n allen weer onder de deken in de ochtend. Voor een beetje warmte te krijgen. Ja. Wij moeten nog een hele hoop uren hier zitten. Ja, moeten. We doen het gewoon voor de leuten. Goedemorgen iedereen. Ja, vandaag zijn we 8:30. De zon schijnt ook. De zon schijnt al van achter ons. Maar de hemel is tenminste blauw. Prachtig weertje. Mijn broers hebben de tent opgezet. Want zij zijn van plan eindelijk van plan een 24 uur special. Nog een dag extra erbij te nemen. Dus we zeggen dan 48 uur hier in de tuin te blijven. Maar daarvoor hebben we dan wel de tent uitgezet. Omdat het zeer koud is. Maar die tent is zo schuin gebouwd als het maar kan. Kijk. Die is echt volledig scheef gebouwd. Omdat die meer in de grond kan. Dus daar moet ook een zin dat we een 48 uur special doen voor mijn 100ste video. Ik slaap nog altijd hier gewoon in die tuin. Prachtig op het kunstgras. Want dat liggen wel nog goed. Ik heb zo 8 dekens of zo die op me liggen. Voor een beetje warm te houden. Dus. En nu vandaag gewoon genieten. Oké, dus de eerste persoon heeft nu al geleerd. Jordi, die heeft de 24 uur niet kunnen vullen. Heeft tot 10 uur of zo. Het is nu 10:30. Ja, 10:30 tot 10:30 heeft hij het volgehouden. Dus. Eerste afvallende. Van de zoveel die nog moeten komen. Dit is dus hoe mijn broers het tent bouwen. Kijk, ze zitten hier nog met z'n drieën, allemaal onder die stoelen vast. Het is lekker een gevangenis. Ik zit vast. Die neen zit hier met zijn hoofd. Die stoel zit te krimpen. Die stoel zit hier te krimpen. Dus ja, die zit met lekker gezond, goed en wel. En ik zit hier, dat is stom licht. En ik zit hier, lekker en gezond. En die zitten daar, zo te knutselen en te doen. Echt waar, prachtig, kijk. Ja, vraag het nog. Oké, we hebben dus nu net gegeten. Dus dat wil zeggen, we hebben nog zo'n 9 uur te gaan. Het nadeel is, we hebben wel 9 uur te gaan, maar dat betekent ook dat we ons echt gaan vervelen. Want we vervelen ons nu al, er is bijna niets te doen. Dus die 9 laatste uurtjes, ik denk dat dat nog even doorzetten is. En vanaf 9 uur 's avonds zijn we gewoon vrij. Is het party? Oké, niet te lang. Ik moet dit dan nog editen voor tegen vanavond op te lonen. Hoe dom ben ik ook om dit te doen, maar daarom. Bedankt. Oké, dus even een update. We zijn nu al 3:30. We hebben Jordi weer terug in de race. Oké, race. Het is een nieuwe race start. Zij doen de 24 uur van vandaag begint. Van 2:30 is hij vandaag begonnen. Tot en met 2:30 morgen. 2:20. Dus, ja, 2:20, 2:30. Dus vanavond ga ik lekker in mijn bed liggen. Zal ik door mijn raam dan eens kijken, zie ik hier Jordi lekker in de tuin liggen. Dat wordt super hilarisch. Kan ik zo iets naar hem toe gooien. Dus ik ga zorgen dat ik een hele emmer vol spullen heb om te gooien. Oké, dat was wel eens knijter. En voorlopig zitten wij hier ons voornamelijk meest te vervelen. Ik heb een helikopter. Het is hier redelijk warm. Want in de nacht was het ijskoud. En nu is het heel warm, want de zon nu plots zegt van ik wil schijnen, dus hebben we een shit probleem. Dus ja, we zijn er bijna. Oké, we hebben net iets gegeten. En terwijl om 3 uur was er ook een vergadering in Brussel. Een beetje in de zon staan. Maar er is zo. Om 3 uur was er dus een vergadering in Brussel over hoe het verder gaat met corona en al. Wat blijkt dat het nu, ja, we hadden het wel verwacht, maar 2 weken langer geen school. Wat een wakker is. Dus we zitten hier nog 2 weken langer opgesloten. Ik weet niet hoe dat voor ons, want voor mij is het laatste jaar, dus geen flow idee hoe we gaan afstuderen of hoe dat we dat allemaal gaan doen. Maar ja, dat is een vraag voor later dus. Oké, mijn broers doen dus nu 48 uur challenge. Ik doe dat niet meer mee, want ik heb nog een hip en zo, want ik wou nog afstuderen dit jaar. En zij doen nu 48 uur, maar deze keer
Met een petit peu, de hulp. Ja, perfect Frans. En we noemen dat een tent, voor de mensen die dat niet kennen, die dik als sociaal altijd binnen zitten. Dit is een tent, je kruipt erin, je slaat en je houdt je buik. Oké, dank. Oké, we zitten nu op het laatste uurtje van onze 24 uur. Dus het laatste uurtje nog goed doorzetten. En dan mogen we eindelijk weer naar binnen. Want anders zou het geen mooie 24 uur zijn. Dus ja, het laatste uurtje gaat nu in. Oké, iedereen. Dit was het dus. 24 uur eindelijk gewoon hier overleven. Ja, kut, dus het was niet zo moeilijk. Het was voornamelijk heel saai om hier te zitten en niets te kunnen doen. En voor mij is het nog niet gedaan. Voor mij is het toch tenminste gedaan. Deze jongens doen de 48 uur. Ik heb daar mijn tijd voor. Ik moet nog... Jamie. Oké, ziet iedereen doet daar de 48 uur hier. Maar ik heb nog een hip en zo te doen, dus ik kan niet meer. Voor mij is dit. Voilà, de 24 uur voor mijn 100ste video. Oké, het is nu al 101 dat ik vandaag een video moest uploaden. Gewoon omdat ik vandaag upload dat is. Dus, toch, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.